Welkom bij de serie Een anarchistisch ABC. In deze serie doen we een poging om verschillende concepten vanuit een anarchistisch perspectief te benaderen. Deze woorden leven echter in een complex van betekenissen, invalshoeken en analyses. Wat beschreven wordt in deze teksten omvat daar dan ook maar een selectie uit. Deze teksten dienen vooral als een introductie tot complexe onderwerpen. Waar nodig worden meerdere teksten, eventueel door verschillende auteurs, geschreven en opgenomen. De tekst die hier volgt gaat over het woord bourgeoisie. En is geschreven door L.V. Oorsprong van het woord: Twee van de meer archaïsche woorden die anarchisten nog wel eens gebruiken zijn de woorden bourgeois en het daarvan afgeleide bourgeoisie. In het Frans van de 16e eeuw was een bourgeois een burger, dat wil zeggen. Iemand die in de stad woonde en een zekere vrijheid genoot ten opzichte van mensen die buiten de stad in de boerenstand leefden. Het woord la bourgeoisie betekende dan ook de vrijheid van de bourgeois. Het was uit deze klasse dat de eerste mensen, die wij nu kapitalisten zouden noemen, zijn ontstaan. Naarmate deze klasse meer geld begon te verkrijgen, begon deze een steeds groter conflict met de adelstand te staan. Dit conflict had een van zijn zwaartepunten tijdens de Franse Revolutie, waar een deel van de adelijkheid verdreven werd. De Franse geschiedenis van de 19e eeuw is dan ook te lezen als een voortdurende reactie op deze monumentale gebeurtenis. Dit geldt overigens ook in zekere mate voor de bredere Europese geschiedenis. De Nederlandse Grondwet van 1848, waarbij een marginale vorm van representatieve democratie werd geïntroduceerd, is niet denkbaar zonder de Franse Revolutie. In deze tijd groeit het kapitalisme ook gestaag door en worden steeds meer voormalige leden van de boerenstand de loonarbeid ingedwongen. Er ontstond hierdoor een steeds grotere klasse van mensen die in diepe armoede leefden en niets anders konden verkopen dan hun arbeid. Het is door deze ontwikkeling dat de eerste socialistische bewegingen ontstonden, waaronder het anarchisme. Een belangrijk zwaartepunt van deze ontwikkeling was Frankrijk. Daarnaast hadden Frankrijk en de Franse taal in die tijd sowieso een belangrijke culturele positie in Europa. Onder de intelligentsia, politici, diplomaten, aristocraten. En veel kapitalisten was het de norm om in het Frans te communiceren. De term lingua franca refereert naar deze culturele positie van de Franse taal, al is die tegenwoordig door het Engels vervangen. Hoewel er altijd arbeiders zijn geweest die zelf hun socialistische ideeën opschreven, is het lastig om naast zware arbeid ook nog uitgebreide politieke stukken te schrijven. Er is ook altijd een kleine sectie van de intelligentsia geweest en zelfs een aantal aristocraten die sympathiseerden met de arbeiders van hun tijd. Hierdoor zijn dan ook veel bekende socialistische werken geschreven door mensen die niet een arbeidersachtergrond hadden. Omdat Frankrijk een belangrijk zwaartepunt van het kapitalisme was en veel schrijvers de Franse taal machtig waren, werd het woord bourgeoisie al snel populair om de kapitalistenklasse mee aan te duiden. Dit was immers de klasse waar de kapitalisten vandaan kwamen. De sociale positie van de bourgeoisie. De klasse die met het woord bourgeoisie wordt aangeduid is gedefinieerd door hun relatie met de middelen die nodig zijn om te produceren. De personen die de productiemiddelen in eigendom hebben, zijn onderdeel van de bourgeoisie. De bourgeoisie koopt dan vervolgens de arbeid van mensen om te zorgen dat die productiemiddelen gebruikt worden. Dat doen ze natuurlijk niet omdat ze de arbeiders zo goed gezind zijn, maar omdat ze op die manier hun eigendommen willen vermeerderen. De producten die geproduceerd worden, worden immers direct van de producenten afgenomen en door de bourgeoisie op de markt verkocht. Het doel is hierbij winst te maken. En daarom zullen ze proberen om overal de productiekosten zo laag mogelijk te houden, waaronder vooral ook de arbeidskosten. De belangen van de bourgeoisie staan hier dan ook haaks op de belangen van de arbeiders, die immers gebaat zijn bij hogere lonen en minder noodzakelijke werktijd. Die belangen zullen ook altijd haaks blijven staan op elkaar. Als ze dit spel namelijk niet spelen, dan zal hun eigendom langzaam maar zeker verminderen totdat ze, om te overleven, ook een zullen moeten worden. Dat wil geen enkele bourgeois. Daarnaast vinden velen het ook gewoon leuk om het spel te spelen. De meeste mensen in de bourgeoisie zijn zo ver verwijderd, zo vervreemd van arbeiders, dat het ze helemaal niets boeit wat er met ons gebeurt. Wij zijn er om voor hun winst te produceren, winsten waarmee zij hun macht uitbreiden. Dat is niet de manier waarop mensen met elkaar horen om te gaan, maar hun koning is geld, hun land is geld, hun idool is geld, hun God is geld en hun moraliteit is geld. Klassenstrijd. Tussen de bourgeoisie en arbeiders zal er dus altijd conflict bestaan. De bourgeoisie heeft arbeiders nodig om de producten te maken die zij verkopen. Zonder arbeiders kan er geen winst zijn. De bourgeoisie heeft daarbij een belang om de lonen zo laag en de arbeidstijd zo hoog mogelijk te houden. Met goedkopere arbeiders proberen ze de winsten hoog te houden. Arbeiders hebben daarentegen juist belang bij hogere lonen en het omlaag drukken van de arbeidstijd. 40 uur per week, meer als je reistijd meerekent, is erg veel tijd om niet bij je geliefde te zijn of met hobby's bezig te zijn. Bovendien, als je aan het eind van je loon nog een stukje maand over hebt, dan is een loonsverhoging noodzakelijk. We kunnen proberen om eeuwig tussen elkaar touw te trekken, waarbij de ene keer de arbeiders iets winnen en de andere keer de kapitalisten winnen. We kunnen er ook voor kiezen om met deze onzin te stoppen en in een samenleving te gaan bouwen waar niemand gedwongen kan worden om te werken zodat een andere heer zelf kan verrijken. Het is hoog tijd dat de bourgeoisie van hun troon gestoten wordt, zoals zij eerder de aristocratie van hun troon wisten te stoten. Zoek je linkse boeken? Kijk dan eens op shaco.nl